we zijn hier bij elkaar voor de lezing van Kees van Roesel, de oorlogsgeschiedenis van Haren. En dan wens ik jullie een prettige lezing en dan geef ik het woord aan Kees. Dankjewel Willem. Groot seminarie in 98, voordat het toen belde iemand me op, een opa, die had een familiereunie. En alle kinderen, kleinkinderen, die kwamen op het Groot seminarie toen. En opa die wilde graag weten waar zijn familie gevangen had gezeten. Het Groot seminarie toen was nog helemaal origineel. Alle gevangenen die konden hun eigen kamer opzoeken. En dat ging prima, na afloop een gezellig geklets, het was leuk, het was interessant. Geschiedenis, zal nooit meer gebeuren en noem maar op. Diezelfde opa, een heel oude man, die belde me geëmotioneerd op toen in de Oekraïne de oorlog begon. En die zei, ik heb de brand van Harendaal gezien en ik ben o zo bang dat de verhalen niet meer doorverteld worden. Dit is de grote brand van Harendaal. Een enorm complex, helemaal afgebrand. Toch een kort stukje geschiedenis aanleiding van Harendaal. 1648, vrede van Münster. Spanje, protestanten, katholieken, die hadden 80 jaar zitten vrienden met elkaar. Uiteindelijk protestanten winnen. En degene die wint bepaalt de wetgeving verder. Dus Brabant werd Staats-Brabant. Werd een generaliteitsland en in Brabant mocht helemaal niks. Kerken werden gesloopt, werden gesloten. Links en rechts zie je nog een toren uit die tijd. Want de kerk is verder ingestort. Alles wat katholiek was werd geconfiskeerd, werd in beslag genomen. Mochten in geen regeringen zitten, zaten dat ook niet in de Staten-Generaal. Nergens, nergens, nergens. Het was gewoon een soort, tegenwoordig noemen we het een slavernij, zou ik het noemen. Tilburg ben ik ooit geweest met studenten en die vroeger waren is er in Brabant geen standbeeld die herinnert aan deze 150 jaren slavernij. Een vraagje. Goed, deze ellende voor Brabant die duurde tot na Napoleon, na 1800. En het bruist, het was een soort fles champagne die goed geschud was en de kurk die moest alleen af. En na Napoleon komen er wat vrijheden. En inderdaad, die kurk die ploft eraf. En katholieken die nemen hier het heft in handen op een verschrikkelijke manier. Een goede manier. Ze nemen zorg over kleuterschool, basisschool, kweekschool, middelbare scholen, Lassalle, instituut voor doven, instituut voor blinden, de bejaardenzorg, alle ziekenhuizen. Er was helemaal niks in Brabant toen hoor. Is allemaal op gang gekomen door religieuzen. En in eerste instantie allemaal om niet. Helemaal nee, moeten geen geld hebben. Brabant kwam er in de vaart der volken. En in die vaart der volken paste natuurlijk ook een seminarie. En het seminarie daar kwam. Nadat Willem II hier samen met Zwijs de wandeling maakt. En Zwijs was toen een hele belangrijke bisschop hier hoor. Die heeft veel te weinig eer gekregen hier in Brabant. En Willem II, een tobberd, echt een beetje een tobberd door Willem II. Goed, Zwijsen die zal hier tegen hem zeggen, het liedje heeft hij toen gecomponeerd. Laat me nou maar gangbaar gaan. He? Want Willem II die wist het niet goed, allemaal. Het gevolg hiervan is dat dit seminarium ontstaat. Dit grootste gebouw van Brabant, toen. Een soort universiteit was het. En je ziet het, dit gebouw is daarvan vrijwel in het begin. Achter staat al een Waterstaatskerk, klein kerkje, Waterstaatkerk. Hier werd het Groot Seminarium, werden de priesters in opgeleid van het Bisdom Den Bosch. Een van de eerste die hier gestudeerd heeft was Birkendonters. Dus, en die is er niet zo lang geweest, vandaar is hij, je kent zijn geschiedenis. In ieder geval, het was, als je de geschiedenis leest, één brok barmhartigheid. Birkendonters, geweldig, geweldig. Hier heb je die kapel voor de mensen die van bouwkunde houden, dus de Waterstaatskerk. Die is, en hier nog een voorkant van toen. Dit seminarie, dit is dezelfde foto die hier staat, Groot Seminarium. Ongeveer ruim 300 kamers had het. Dat seminarium was een carrévorm.
Hier zie je een hele grote binnenplaats om eventueel de mensen daar te luchten. In oorlogstijd waren al deze ramen dichtgemetseld. En in elke raam was een heel klein vierkantje, was open, met raampjes ervoor. En dan konden de gevangenen, die konden dan eens op hun bed gingen staan, konden zo naar buiten kijken. Hier heb je nog een binnenplaats met die achter die mooie nieuwe kerk van Grand Prémolière. Hele mooie, hoort dat een van de 100 mooiste kerken van Brabant. Hier nog een binnenplaats van vroeger. Dit was nog een oude poort, daar komen we nog een trek op terug. Deze nieuwe poort is een hele mooie poort. Symbolisch heel sterk. Door deze poort gingen 1100 gijzelaars, 3100 gevangenen naar binnen met de nodige angsten, met de nodige onzekerheden van hoe loopt dit met me af. En door deze poort zijn ook niet alle gevangenen en alle gijzelaars weer naar huis gegaan. Er hebben ongeveer 129 Joodse mensen gezeten, die ook afgevoerd zijn. Daar weten we niks meer van. Zo'n 600 gevangenen zijn afgevoerd, daar weten we verder helemaal niks meer van. Deze grote poort, langs N65 staat hij. De Poort der Zuchten heet hij. En na de oorlog heeft er mensen met een beperking gezeten. Nel van den Berg. Die vrouw had Joodse kinderen stiekem weggesmokkeld, is verraden, kwam hier. En die zag door dat hele kleine gaatje, zag ze iemand wandelen die ze kende. Ze riep, er werd geschoten en die kogel die ketste af op een verwarmingsbuis, centrale. En die kwam hier in de slagader terecht, die is doodgebloed. En de Duitsers deden niets. En waarom niet? Ze had niet mogen roepen. Deze twee, Rietveld en Verschoot, die zijn ontsnapt. En wanneer je ontsnapt en je moet ergens terecht, in je pyjamaatje. De meeste mensen die zeiden, ja ik heb geen plaats, geen tijd, modern kerstverhaal. Ze gingen van het een naar het andere en uiteindelijk zijn ze weer opnieuw opgepikt. En ze zijn richting Van Haren, richting Vught, een paar honderd meter voorbij de poort zijn ze in de rug geschoten. En er kwam in de kranten te staan, vluchtgevaarlijk. Vluchtgevaarlijk. De Duitsers kwamen, waren vriendelijk, hielp iedereen, was niks aan de hand. Maar langzaam veranderde de sfeer. En langzaam merkten ze dat die wettegeving allemaal niet zo leuk was. En de mensen kwamen links en rechts in verzet. En dan proefden de Duitsers en we zeiden ze toen, we gaan mensen gijzelen. En we gijzelen mensen waarvan iedereen weet, die kennen we. Ik denk in Haren aan Frits Philips. Frits Philips was gegijzeld. Hé, hey, Frits Philips, die kende iedereen. Paul Lubbers, de vader van Ruud Lubbers in Rotterdam, kende iedereen. Jan de Kwaai, professor de Kwaai. Iedereen kende die, die werden gegijzeld. Met als opdracht aan de Nederlandse bevolking, denk eraan mensen. Wanneer jullie je niet beter aan onze wetgeving houden, worden al deze mensen gegijzeld. En de Duitsers dachten daardoor de druk op Nederland zo groot te houden, dat ze allemaal zouden dus luisteren. Het tegenovergestelde was waar. Het lukte helemaal niet. Die gijzelaars was eigenlijk een mislukking. De gijzelaars zijn uiteindelijk allemaal van Haren naar Beekvliet gegaan. En toen werd het in Haren een politie- en onderzoekingsgevangenis. En hier heb ik nog een foto van gijzelaars. Gijzelaars mochten musiceren. Jan de Kwaai die gaf les over economie. Er werden lessen gegeven over EHBO. Spaans werd er gegeven. Want die gijzelaars moesten iets. En het waren, staat ergens geschreven, wandelende encyclopedieën. Het waren allemaal hele slimme, geleerde mensen. Alle professoren bijna die er zaten. Nou, je hebt bijvoorbeeld een foto van een gijzelaar die gewoon op zijn gemakje door een van die op een muur leunt en de buitenwereld aanschouwt. Ze zaten meestal, sliepen ze samen, sliepen niet op die studentenkamertjes. Een grote zalen, collegezalen, daar hadden ze wat bedden bij elkaar gezet en hadden ze enigszins gezelschap aan elkaar. Hier zie je de gijzelaars, ze zijn allemaal op bedden zitten. Ja? Altijd en al was geschreven naar huis. Altijd van, jongens, hoe zal het aflopen? Iedereen die liet overal doorschemeren van, en die angsten, die, er zijn er ook heel veel bij, die later met allerlei contacten met je familie, die ook zeggen, mijn vader, moeder, die hebben hier in Haren gezeten, gegijzeld gezeten, gevangen gezeten,
En sindsdien is mijn vader nooit meer mijn vader geweest. Er zijn advocaten bij die nooit meer geen advocaat meer zijn geworden. Huisartsen die de praktijk niet meer aankonden. Dus het heeft bij heel veel mensen een hele grote invloed gehad. En slachtofferhulp en zo, dat kennen ze niet. Doe maar, het is voorbij, weet je niet. Bijvoorbeeld de gijzelaars nog. Die foto is Jan de Kwaai. En Karel van Veen, een hele beroemde kunstschilder toen, is die Karel van Veen. Is Jan de Kwaai aan het schilderen. Hier komen we bij de gevangenen. Je kunt zien, twee bedden. Hier kun je de contouren van de raam zien. Was dichtgemetseld. En hier zie je het kleine raampje waar het daglicht door naar binnen kwam. En op de buitenkant was het nog een soort ruif. En hier zie je de wc. Dat was een kubel. En de kubel, daar moesten ze een hoefte op doen. En die werd één keer per dag geleegd. En allerlei verhalen komen er, hoe onder de kubel en in, langs de kubel allerlei brieven weer naar buiten gesmokkeld werden. Na de brand is dit niet verbrand. En dat komt waarschijnlijk omdat die muur hierachter dit dicht was. En heeft de tocht van de wind, de plaats van lucht, heeft het vuur niet meegenomen. En is hier gestopt. Dus hier zie je nou precies het bed van de gijzelaar, of van de gevangenen. Een klein beetje privé, de kubel en nog een tafeltje waar je kon zitten. En hier de raam en hier dicht. Het woordje gijzelaar sluiten we nou af. Dan gaan we naar gevangenen. En gevangenen, die werden opgesloten in die kamertjes van die priesterstudenten. Die hadden volgens de Duitsers wel een strafblad. Gijzelaars niet, die waren bekenden. Die hadden een strafblad. Joodse kinderen. Onder laten duiken, noem maar op, met allerlei bonnen, rommelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Goed, alle gevangenen, die werden ingeschreven. Ze moesten alles weten, de Duitsers. Hun nummer, hun verblijf, waar ze woonden, waarom dat ze hier opgesloten werden, en dan uiteindelijk ook de belasting, wanneer ze vrijgegeven werden. Dat werd allemaal opgeschreven in het inschrijfboek. En na de oorlog hebben de Duitsers, toen het wegging, dat inschrijfboek gezocht, want in Vught, overal zijn die inschrijfboeken vernietigd. En hebben het de familie weer hersteld, als het ware. Hier is de wonderbaarlijke bewaard gebleven. En het originele ligt bij Niot, maar wij hebben dus kopieën ervan. En bij regelmatig mensen komen en die zeggen, ik noem maar even iets hoor, Woltering, Frederik Woltering, Rotterdam. Dus ze bezig zijn met zoeken, genealogie, ze zijn tegengekomen met die gevangen gezeten, kunnen jullie er iets meer over vertellen? Goed, het inschrijfboek. Hier zaten ze, een foto van ongeveer die tijd, achter elke raam zaten dus gevangenen, 1, 2, soms 5, 6 gevangenen in één kamer. Want de Duitsers die probeerden vaak via allerlei slimme manieren bepaalde mensen iets te laten zeggen van welke groep dus horen. Denk aan de groep Wim bijvoorbeeld. Nou, wanneer ze iemand wat uitgevangen hadden, dan wisten ze, hey. En dan ineens kwamen weer een hele lading mensen binnen die dus bij die groep hoorden. Deze vrouw, Rieve Braak, komt straks op een wonderbaarlijke manier terug op de film. 102. Tot voor kort gaf ze nog les op de scholen. Dit is Piet Matthijssen, pas een jaar geleden. Even overleden. En Piet heeft hier gevangen gezeten. Ook in Haren. En van hier is hij bij een groot proces. Is hij ter dood veroordeeld. Hij is op transport gezet naar Duitsland. Heeft 3 kampen meegemaakt tijdens zijn Duits verblijf. En hij was een zogenaamde nacht- en nebelgevangen. En dat betekent eigenlijk, je bent een rat. Die telt niet meer mee. Iedereen mag met je doen wat ze willen. Als je je doodschiet is prima, als je mishandelt is prima. Niemand zal daar enige opmerking over maken. En Piet is uiteindelijk in Hamelen terechtgekomen. In een Erziehungskamp, dat moest opgevoed worden. En toen kwamen de geallieerden kwamen bezig en die hadden het station al vernield. Dus de treinen konden niet meer lopen. En toen werd het een todesmars. Piet moest met zijn kampioens in Halen, moesten ze 40 kilometer naar het dorp Hechthoesel. Degene die bleef lopen,
mocht blijven lopen. Diegene die moe was, ging liggen, ondersteuning zocht, hoe dan ook, werd doodgeschoten. Dus voor die paar honderd die op die dodensmars richting Hecht gingen, zijn er maar een klein groepje uiteindelijk die aangekomen zijn. Dit is Arendal na de brand. Ja? Dit grote gebouw, hier, helemaal in de fik. Hier heb je dus die mooie grote binnenplaats hier. En die kapel is bewaard gebleven. En hier het gebouw is bewaard gebleven, omdat het een hele dikke muur had waar het vuur stopte. Er zijn vanuit Haren was een treinaanslag in Rotterdam. En de Duitsers die wilden weten binnen een paar dagen wie die trein had laten ontploffen. Niemand die meldde zich. En toen besloten ze aanvankelijk 40 gijzelaars, die moesten allemaal gefotografeerd worden. En daar zou uit gekozen worden. Jan de Kwaai onder andere was nummer 1 die gefusilleerd zou worden. Door allerlei overleg is uiteindelijk besloten dat er 5 gefusilleerd zou worden. 2 uit Haren en 3 uit Sint-Michielsgestel. En ze zijn gefusilleerd in heel Warmbeek. En er wordt elk jaar 15 augustus is dat nog een hele indrukwekkende herdenking. Midden in de bossen zijn die gefusilleerd. En de Duitsers wilden hebben dat niemand het wist. Ze zijn ook begraven. En toen had de tuinman, die had het gehoord, die schoot en die is gaan zoeken. En die heeft het gemarkeerd. En toen het veilig was, zijn ze opgegraven en herbegraven een paar. Engeland speelbare agenten die zich melden in Engeland. Wij gaan met een vliegtuig naar Nederland. Daar worden we gedropt. We hebben allerlei spullen bij ons die heel vervelend zijn voor de tegenstander. Bommen en noem maar op. En dan proberen we zo het verzet weer te ondersteunen. Die vertrokken die zomaar uit Engeland. Van tevoren werd er goed nagecheckt. Is het veilig? Noem maar op. Alles. Engelsen waren arrogant. Duitsers waren slim. En die hadden al lang door, wanneer die mensen gingen checken, van kunnen we opstaan? Is het veilig? Zeiden de Duitse jongens, het is allemaal veilig. En wat gebeurde er? Ze landen hier in Nederland. En ze stonden er allemaal op te vangen. Het was allemaal verraden. En er zijn er 59 agenten die hebben hier gevangen gezeten. En die zijn in Mauthausen op een vreselijke manier vermoord. Er zijn er 2 ontsnapt. Vanuit Haren, op zich al heel spannend hoe ze uit dit gebouw kwamen. Ontsnapt via Haren, België, Frankrijk, Parijs, Genève, Zwitserland. Te voet. Liftend, een stukje met de trein. En altijd wetende dat de Duitsers hun zochten. We bleven constant zoeken waar zijn die 2 gebleven. Van Callihan met het vliegtuig komen uiteindelijk in Londen terecht. 5 maanden onderweg geweest. En 5 maanden kwamen ze Engeland aan om te vertellen: jullie moeten stoppen met dat Engeland spiel. Want het is verraden, de Duitsers hebben het helemaal in hun handen. Wat deden ze in Engeland? Ze zetten die 2 gevangen, want ze hadden van allerlei inlichtingendiensten vernomen dat er 2 zware criminelen naar Engeland kwamen. Iemand die was ook van zijn oma, die had bij Peter Dulijn gewerkt. En die wilde wat informatie hebben over Peter Dulijn. En die man heeft het nooit, het eerste wat die goede jongen tegen mij zei van de week, Peter heeft het nooit een plaatje kunnen geven. En die is dat altijd, heeft het als een geweldig zwaard achter me aan lopen van waarom heb ik die 5 maanden mijn leven geriskeerd om uiteindelijk in de gevangenis terecht te komen. Op het einde van de oorlog, 26 mei 1944, zijn er nog 14 mensen uit Tilburg en omgeving, vooral de Tilburg-omgeving, die zaten in Haren gevangen en die zijn gefusilleerd in de Doedense Duinen. Als je bij Bos en Duin komt en je gaat van Bos en Duin, kun je een hele, je moet zeker een keertje doen als je nooit geweest bent, een hele mooie wandeling maken naar zo'n mooi uitzicht op de duinen. En er staat halverwege staat een mooi monument. Daar zijn die gijzelaars, of die gevangenen zijn daar vermoord. Hebben ook een grap moeten graven, die zijn daar vermoord. Ze hebben die gevangenen nog
verschillende keren gezocht. Hoe zit ik in de tijd, Willem? Nou, nog één ding dan. Nog één ding. 1 minuut. Dat vind ik toch wel heel interessant om dit te vertellen. Omdat ik zie dat er alle dames in de zaal zitten. Lieve Braak, die zat gevangen en die heeft een laken gepakt. En die heeft ze in stroken gescheurd. Want dames liepen onder een laken, heren niet. Waarom, dat weet ik niet. En toen heeft ze, af en toe kregen die dames een pakketje thuis. En dat was mooi ingepakt met een hele grote strik. En ze heeft dat laken heeft ze verscheurd. Zo, helemaal verscheurd. En het is ze gaan borduren. Met die draadjes die ze dus uit die strik had gehaald. Helemaal, wat bedoelt een haarddoek? Is ze beginnen standvastig is gebleven, mijn hart in tegenspoed. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ik zat in haren in kamer 51. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Als ik stiekem gedaan, allemaal wanneer de gevangene, wanneer het rustig was, heeft het mee naar Vught genomen. Ze is van hieruit naar Vught gegaan. En in Vught heeft ze dit gedaan, die toren, een stuk. Maar op de originele foto kun je zien, daar is dan blauw. Dan moest ze dat afwerken, daar is ze niet meer toe gekomen. Van Vught, toen kwam ze vrij, is ze naar Amsterdam gegaan. En, want ze werd nog steeds gezocht. En in Amsterdam kenden ze mensen die, waar ze veilig was. En dit heb ik expres gefotografeerd. Want beste mensen, ook al is het oorlog, humor kom je overal tegen. Humor houdt de mensen op de been. En dit is een stukje uit die plaat. Kijk even, ze zat in Amsterdam en het was hongerwinter. Wie heeft er enige associatie? Op deze kachel staat een pot. Mensen hebben geen hout, hebben geen kool, hebben niks. Ze leunt tegen die kachelpijp aan. Mensen hebben geen hout, hebben geen kool, hebben niks. Dus op een gegeven moment zal dat eten nooit, maar dan nooit gaan worden. Met die kachelpijp.